helemaal niet. Waarom niet? Omdat ik dacht, en oprecht dacht, dat is boven mijn macht, dat kan ik niet. Ik ben hoogleraar strafrecht, ik ben een echte jurist. En daar ben ik tevreden mee, dat is mooi, en laat dat maar zo blijven. Daar begon ik mee. Dat is een oprechte weigering, dus aanvankelijk. En toen, maar later op de avond, toen ik van de laatste dag waarop die beslissing moest worden genomen, zaten wij samen, mijn meisje en ik. En mijn meisje zei, och joh, ja, je hebt gelijk natuurlijk, dat kun je helemaal niet. Maar dat geeft ook niet echt, want doe dat nou maar een half jaar, daarom leven we ook in Nijmegen wonen en gingen we niet verhuizen. Doe dat nou maar een half jaar tot maximaal een jaar, dan lig je er zeker uit. Maar dan kun je, het is allemaal gebeurd, dan kun je je kinderen zeggen, nou waar het kleinkinderen vooral, opa is wel eens ooit minister geweest. Wij zijn niet meer dan een zandkorrel op het strand van de geschiedenis. En dat is natuurlijk ook zo. Is dat niet waar? Is hartstikke leuk. Dankzij u mag ik dat doen. Kan ik het doen althans. Of ik mag iets anders. Wat gaat u doen? Dankzij u kan ik tot het CDA, voor zover hier aanwezig, een oproep richten om eens één keer naar mijn betoog over deze kwestie te willen luisteren. Het CDA heeft nooit naar mij over deze kwestie willen luisteren. De Tweede Kamerfractie heeft mij nooit uitgenodigd voor een hoorzitting. Heeft al mijn brieven hierover veronachtzaamd en nauwelijks beantwoord gelaten. En ik denk dat er in de jonge mensen, dus ook de jonge mensen van het CDA, voldoende frisheid van geest en idealisme dat alleen maar ten leven moet worden gewekt of verder worden geactiveerd, genoeg aansluiting moet te vinden zijn bij hen om die kwestie duidelijk te maken en hen te motiveren om daar ook eens eindelijk wat aan te gaan doen. Iets waar ik vind dat CDA jongeren vooral, mensen van de toekomst, absoluut geen vrede mee mogen hebben, is wat er nu gebeurt met de rechtspraak. Die door het huidige bezuinigingskabinet ontoegankelijk wordt gemaakt voor gewone mensen met weinig middelen. Dat kan toch niet waar zijn? Dat mag absoluut niet gebeuren. Ja, dank u. En nou ja, dat is een van de punten die ik ook op mijn lever heb. Nog wel wat meer, maar daar hebben we vast wat.